Van tennisbal tot laserlasrobot. Dat prikkelde me, want het, het was een nieuwe, een nieuwe vinding en er was zo ontzettend veel te doen om daar een succes van te maken. Mijn naam is Eva en welkom bij Op Stoom, de podcast van Koeker, waar we je meenemen in de wereld van innovatie en uitvinderschap. Hoe maak je een idee tot een icoon en hoe zorg je ervoor dat dit idee op stoom komt en blijft? Iedere aflevering nodigen we twee experts uit met een gedeelde passie voor creativiteit en vernuft. Met vandaag te ...Sibot Wiersma en Anthony Kok. Anthony, ja in de kleusenklas uh, wist jij het al... ...zijn beroep die zou uitvinder worden. En je werkte eerst als mechatronics-specialist in de machinefabriek en nu als RD-engineer. En naast het ontwikkelen van productieprocessen voor onze nieuwe producten neemt hij de slogan De kraan die alles kan zeer serieus. Warme chocolademelk, bier, fristie, milkshake, gluwijn en sinds dit jaar ook cola. Op de RD-afdeling kan het echt allemaal. Geweldig toch dat je iedere vloeistof uit een kraan kan laten komen. Absoluut. Siebold, tijdens jouw opleiding industrieel ontwerpen kwam je in contact met Koeker. En de do-it-self mentaliteit van de organisatie, die sloot ook naadloos aan bij de ervaring die je had met het repareren van oude auto's, die je vaak wel door eigen toedoen eerst kapot had gemaakt. Met als voorbeeld binnen Koeker de uitvinding De Balg, waarbij hij van idee via een concreet uitgewerkt ontwerp een serie productielijn heeft opgezet. En daaruit kwam voort jouw huidige rol, Design to Production Specialist. Ja, ja. Dat klinkt heel erg gaaf, maar ik ben ook benieuwd naar die uitvinding die we net hebben benoemd, de balg. Kun je me daar iets meer over vertellen? Hoe kwam dat idee op stoom? Ja, nou dat is heel leuk om mee te beginnen, want dat is, daar komt ook gelijk die uh, tennisbal eigenlijk uh, weer even naar voren. Mm -hmm. um, de, de heer Peter, de uitvinder van de koeker zelf. Die uh, wilde eigenlijk van het begin af aan altijd al uh, een oplossing uh, vinden voor het uh, expanderen van het water tijdens het opwarmen. Dat, dat gebeurde in de oude koeker uh, met een uh, overstortventiel. Okay. Dat heeft allerlei nadelen. En uh, wat er gebeurt als je water opwarmt, is dat het een beetje meer wordt. En in een gesloten systeem moet je dat op de een of andere manier afvoeren of opvangen. Mm -hmm. Um, en zijn, zijn eerste wilde idee was om eigenlijk een tennisbal in de koekerboiler uh, te gooien uh, waar lucht in zit. En die lucht die druk je samen terwijl het water uitzet en op die manier vang je dan de expansie op. Um, daar is een heel aantal andere ideeën uit voortgekomen. En op een gegeven moment um, uh, was een idee om de ketel zelf een beetje langer te laten worden tijdens het opwarmen om dat extra volume op te vangen. Mm -hmm. um, in die tijd ben ik als afstudeerder bij koeker uh, terechtgekomen en heb ik samen met Niels Peterie uh, uh, uiteindelijk een, een ontwerp gemaakt van een, een, de, de balgketel. Um, waarbij we uh, gingen proberen om de uh, wand van de boiler van de koeker, normaal is dat een, een, een recht RVS-vat, uh, als een balg uit te voeren. Dus met een aantal ribbels erin. Mm -hmm. Waardoor die als het ware een beetje kon veren als een, als een harmonica. Um, en op die manier de, de expansie uh, kon opvangen in het water tijdens het opwarmen. Gaaf. Ja. Jeetje. En hoe lang heeft dat in totaal geduurd? Want ik kan me voorstellen dat dat niet van vandaag op morgen eventjes uh, geproduceerd uh, is. Nou, dat is een beetje een gewetensvraag. Maar dat klopt inderdaad. Uh, 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 ik ben daar uh, uh, uiteindelijk ruim tien jaar aan bezig geweest. Wauw. Uh, met een heel groot team. Ja. En um, in eerste instantie, uh, na mijn afstuderen, dacht ik dat ik het in een half jaar wel ongeveer klaar zou hebben. Okay. Uh, dus ik heb tegen Niels, uh, Peterie, ook destijds gezegd, nou, ik wil dat wel een half jaarje doen, dan is het wel in productie. Um, maar dat, dat, dat breidde zich eigenlijk steeds verder uit en het ja. werd ook echt een soort fabriek binnen het bedrijf. Een aparte mm -hmm. fabriek voor het ontwikkelen van die balg en voor het bouwen van, voor, van die balgketeltjes. Um, en en alles aan het opzetten van die uh, fabriek mocht ik ook doen. Dus uh, ja, er kwamen steeds zoveel nieuwe uitdagingen bij dat project dat het. Dat het uh, ja, uh, alle jaren lang eigenlijk leuk bleef om daaraan te werken en om het steeds verder uh, te professionaliseren en ja. door te ontwikkelen. Ja, dus je was echt volledig van A tot Z betrokken, hoor ik. Het was onwijs veelomvattend, dit ja. hele traject. Ja, ja. en dat is, ook, dat is ook echt het leuke van een, van een, een productiebedrijf, denk ik, als mm -hmm. ontwerper. Um, uh, dat, je, dat, dat je al die al die uh, stadia van het proces ook mee kan, uh, kan, mee, mee kan uh, volgen, zeg maar. Ja. Dat je daarbij betrokken kan blijven. Ja. Zeker. Ja, en Anthony, we komen zo even bij jou, want ik ben onwijs ook nieuwsgierig naar, naar jou en naar jouw rol hier binnen Koeker. Maar heel even terug nog, Siebold, we hebben het al gehad over het repareren van die oude auto's. Vertel eens even meer daarover en wat heeft die kennis en die ervaringen, wat hebben die voor jou daadwerkelijk opgeleverd om dat hier weer toe te kunnen passen binnen Koeker? Nou, ik denk, ik denk om te beginnen dat dat een wisselwerking is. Dus mm -hmm. dat ik inderdaad heel veel van die, van die ervaring uh, uh, heb kunnen toepassen bij het werk bij koeker. Maar dat ik ook heel veel van het, van het werk wat ik bij koeker uh, kan doen, uh, weer uh, kan toepassen bij het sleutelen aan, uh, aan, uh, aan oude voertuigen en bussen. Um, en ik heb eigenlijk mijn hele leven al, eigenlijk vanaf, mijn, uh, vanaf dat ik kon lopen, zo'n beetje uh, voorliefde voor auto's. Ja. Um, ja. Uh, mijn moeder vertelde altijd dat ik toen, toen ik drie jaar oud was... dat ik door de straat liep met een hele grote groep oudere kinderen... en dat zij allemaal aan mij gingen vragen welke merken auto's er stonden... en dat ik ze allemaal wist. Jeetje. Uh, Daar dus je, mag, je mag wel spreken ja. van, een, uh, van een afwijking, denk ik, <laughs> uh, daarin. Um, en um, uh, ja, zodra ik 18 werd, heb ik mijn rijbewijs gehaald... Uh, ja. zo snel mogelijk een oude auto gekocht... en vanaf dat moment eigenlijk altijd uh, zelf geprobeerd om hem te repareren... en op de ja. weg te houden. Ja. Nou, zoals je in de introductie al zei, uh, veroorzaakt dat ook wel eens dat je, dat je juist dingen kapot maakt ja. die, uh, die het eerst eigenlijk nog best wel aardig deden. En dat is de ervaring die, uh, die, uh, die je daarmee opbouwt om het ja. dan toch weer te repareren. Dus Mooi. dat is ook iets wat, wat, wat heel erg in het DNA van Koeker uh, van zit, denk ik. Um, dat, het, dat, het, dat, het, uh, ja, dat je dingen mag proberen en dat we, dat we dus uh, wilde uh, afslagen inslaan. Ja. Om te kijken of we tot iets nieuws kunnen komen. Ja. En daar past die balkketel uh, ook heel goed in. Ja, super mooi om te horen. Ja, dus die passie echt voor sleutelen en uitproberen, ja. dat, uh, dat is wel een match hoor ik. Ja, die is nooit verdwenen. Nee, want, nee. Leuk. Ja. Alright, uh, Anthony, ook welkom uh, aan jou. En uh, fijn dat je hier vandaag aansluit bij de ja. podcast. Leuk dat je hier mag zijn met Sibbot en jou. Ja, en ik ben onwijs nieuwsgierig. Kun jij iets meer vertellen? Hè? Want er is een idee binnen Koeker. En vertel, hoe komt dat nou op stoom? Wat, wat is jouw um, bijdrage daaraan? Ja, toen ik binnenkwam, uh, was een van de eerste dingen die ik te zien kreeg. was uh, de, de geheime fabriek van Siebold, waar een aantal geknutselde apparaten stonden. die het voor elkaar kregen om, uh, om die balgetel te maken. Ja, um, maar het probleem was dat het nog allemaal wel een beetje traag was. Um, er kwamen een paar ketels per dag uit, er waren heel veel storingen. Het was een uh, bij elkaar geraapt. Zootje, mag ik misschien wel zeggen. Allemaal losse hydrauliekpompen aan elkaar geknoopt. Ventielblokken overal. En de uitdaging was eigenlijk om daar een, uh, een fabriek van te maken. waar we in massa die ketel mee konden maken. Mm -hmm. En dat prikkelde me, want het, het was een nieuwe, een nieuwe vinding. En er was zo ontzettend veel te doen om daar een succes van te maken. Ja. Uh, allemaal nieuwe lastmachines. Het hydroformen is een waanzinnig interessant proces. Om te zien, je blaast eigenlijk uh, RVS-kokers op alsof het een ballon is. Dat is. Ja. Uh, erg bijzonder. Ik, ik heb dat nooit eerder gezien terwijl ik ja, talloze fabrieken heb mogen bezoeken. Ja. En het, uh, het is fascinerend om, om uh, een apparaat te zien falen en dan direct daarna weer aan de slag te kunnen om het nog beter te maken. Want uiteindelijk was er een, een fabriek daarnaast, de echte Koekerfabriek, die, die draaide op dat moment een, misschien een duizend producten per week. En Um, die balg moest daar ook naartoe. Dus er waren uh, talloze machines die aangepast moesten worden. Mm -hmm. ja. Het meest interessante, uh, naast het hydrovormen, is wat mij betreft het laserlassen. Dat is een, uh, een proces wat ik geweldig vind. En dat hebben we ook rij, rijkelijk kunnen toepassen binnen de balg. Het is een. Um, een mooie techniek die allerlei rare problemen kan oplossen. Want, uh, uh, die ballig die, die, die maakt eigenlijk de ketel flexibel. Mm -hmm. Maar je wil pas dat die ketel echt flexibel is op het moment dat het water opwarmt. Mm -hmm. En daarvoor is er een truc bedacht waarbij er een drukkamer om die ballen heen gevormd wordt. En die moet dus onder druk moet die afgesloten worden. En ik denk dat dat uh, Sibot of een van zijn collega's geweest is. die op het lumineuze idee is gekomen om dat met een laser te doen. Kijk. Ja, en dat. Uh, dat, he, dat toen was ik verkocht. Ja, ja. ja, dat was inderdaad denk ik de eerste laser lasverbinding die in, die, in, die, in dat productieproces zat. Mm -hmm. Ik vind het ook wel leuk dat je dat hydrovormen specifiek noemt, want dat is dat is ook eigenlijk een heel bijzonder proces, want je, je, ja, zoals je al zei, blaas je als een ballonnetje eigenlijk een RVS-fles uh, op. Mm -hmm. En um, ook uh, goed denk ik aansluitend bij waar we het net over hadden, dat, dat uh, binnen de ontwikkeling bij koeker echt, echt, echt eigenlijk niks te gek is. Um, met dat hydroformen zijn uh, uh, Niels, Peterie en ik uh, helemaal in het begin uh, ook bij een aantal uh, fabrikanten langs geweest die daar machines voor zouden kunnen maken met ons idee, mm -hmm. met ons, uh, onze tekeningen. En um, eigenlijk zeiden die stuk voor stuk dat, we, dat ze dachten dat het niet mogelijk was om op die manier de ketel te, te, te vormen. Mm -hmm. En uh, uh, toen zaten we terug in de auto naar uh, Ridderkerk en toen. Uh, Zeiden we tegen elkaar, nou ja, dan gaan we het maar eens gewoon zelf proberen. En dan, uh, en dan laten we ze zien of het kan of niet. En dat, en dat hele. Dat heel, in, in dat hele ontwikkelproces zitten heel veel van dat soort uh, momenten, uh, momenten ja. eigenlijk waar, waarbij uh, uh, we met z'n allen tegen elkaar zeiden van nou, ja. Als niemand het voor ons kan doen, dan gaan we het zelf wel proberen en dan typische, laten we wel zien doe het dat het zelf. kan. doe-het-zelf-mentaliteit, ja, ja. Ja, die ja, horen terug. Ja, dat ja, keert ook ja. iedere keer weer terug dat, dat je een machine wil hebben die een bepaald proces of een, een reeks processen kan doen. En dan mm -hmm. lukt het bijna nooit om iemand te vinden die, die alles van begin tot eind kan doen. Vaak heb je wel een module of een stukje ervan die standaard is. Maar uiteindelijk als je een, een goed product wil hebben met een geïntegreerd productiesysteem, zul je zelf aan de slag moeten ja ja, ja. Nee, dat ja. blijkt ook wel inderdaad in de praktijk en en inmiddels maken we er duizenden in de week van dat van dat ontwerp die 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 dus toch wat dus, wat dus wel degelijk op die manier ja. te maken is ja ja want ook dat vind ik heel interessant hè? want je hebt een idee en op een gegeven moment is 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 die uitvinding er maar dan uh, wat als er meer van één nodig is hè? als je als je er 200 of 500 van nodig hebt hoe, hoe gaat dat in zijn werk bij jullie ja, <laughs> dat, dat, is een, dat is een totaal ander verhaal, eigenlijk, ja. want je, want je, je meestal uh, hè, een, een werkend prototype bouwen, dat, uh, dat, uh, dat lukt eigenlijk altijd wel, ja. en uh, van daaruit een, een klein serietje maken, uh, ja, dat, dat, dan, dan, dan loop je al tegen uitdagingen aan, maar mm -hmm. dat gaat ook nog wel, en dan, en dan ziet inderdaad je productielijn er een beetje uit, zoals Anthony net beschreef, ja, als een zootje, een zootje ongeregeld, <laughs> zeg maar, ja. um, en. De, stap, de stappen daarna, waar dus ook Anthony een grote rol in heeft gespeeld, mm -hmm. die, die zijn eigenlijk heel moeilijk. Omdat je dan moet zorgen dat je uh, uh, ook bij grotere series niet tegen niet, niet, niet allerlei uh, fouten uh, aan het creëren bent. Ja. Zeg maar dat er allerlei dingen misgaan. Dus dat, daar, dan, dan wordt het eigenlijk echt pas moeilijk. Ja. ja. En dat is vaak op zoek gaan naar wat, wat is nou het uiterste van het, het huidige systeem. Want je hebt de, de eerste pers die had als uitdaging dat het heel veel losse onderdelen waren. Nou, die hebben we uiteindelijk hebben we die geoptimaliseerd tot het een soort van samen kon werken. Maar op een gegeven moment loop je daar tegen een limiet aan. En dan is de enige oplossing een nieuwe machine. Met alle lessen die, die je op dat moment geleerd hebt. Mm -hmm. um, en die kun je dan vervolgens ook weer optimaliseren. En ik denk dat bij de hydrovormmachine zitten we inmiddels bij de derde versie van de, de tweede iteratie of iets dergelijks. Ja, het is, mi minstens, uh, minstens. Ik denk, minstens, ja. denk eigenlijk nog veel verder. Het, het, het blijft ontwikkelen. En het, het mooie is, zolang je dat, die ontwikkeling zelf kan doen... dan gaat dat ook heel vloeiend en heel snel. Het is, um, ja, dat, je loopt ergens tegenaan je, je loopt, en dan kun je vervolgens in de software wat aanpassen. Je kunt een nieuw onderdeel maken, je kunt een, een paar uh, procesparameters aanpassen. Het is, um, je kunt blijven optimaliseren en... Het is dus ook de wilskracht om het beter te maken. Het is, Vooral uh, dat, ja. En de doe-het-zelf-mentaliteit, de ruimte hier op de vloer om uit te proberen. Ik kan me ook voorstellen dat niet alles in één keer slaagt. Nee, eigenlijk de eerste keer dat alles in één keer uh, goed gaat, dat moet nog gebeuren. Mm -hmm. <laughs> Pas geleden hadden we onze toekomstige ketel hadden we eindelijk helemaal door de lijn heen, heen uh, gehad, Van begin tot eind geassembleerd. Mm -hmm. Sluiten we hem aan in onze testruimte, de waterkamer. Ja. Uh, en ja, dan... Uh, knalt er iets los en dan heb je een nat pak. Dus dat is, uh... Dan heb jij gewoon een nat pak, ja, Antinia? Ja, ik heb altijd in mijn bureau laten een, een schoon overhemd en een schone broek. Want het, het gebeurt wel eens. Het hoort erbij als je bij de RD-afdeling werkt. Ja. Ja, oké. Okay. Dus jij haalt gewoon uh, zo af en toe een nat pak. Dat is wel eens, uh, dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Ja, moet dat, ik zeggen. dat gebeurt gewoon. Ja. als je, als je <laughs> dingen test, dan uh, als je zeker weet dat het goed gaat, waarom zou je testen? Ja, ja En heb je nog meer momenten die, um, nou, de afgelopen jaren zijn voorgekomen, waarbij je toch echt wel heel eventjes eerst uh, richting een uh, misgaan ging, voordat het uh, slaagde? Nou, we, we werken natuurlijk heel veel met laserlasapparaten, en dat is een, een, een grote krachtige laserbron die die schiet zo een gat in een stuk metaal. En eigenlijk als je wil lassen, dan moet je dus iets warm maken terwijl het beweegt. Uh, maar als de beweging op het verkeerde moment stopt, dan uh, schiet je door je product of door je machine heen. Ja. Dat is, uh, gelukkig is het allemaal veilig. Maar ja. Het is, uh, ja, en zie ja. ik jou dan ook dus in bepaalde kleding hier zo voor me op de vloer, ja, met bepaalde ja, brillen ja. op en ja, laser, anders op en rij. Ja, het is ja. Va vaak dat ik rondloop met een groene bril. Dat ja. is de, de lezerveiligheidsbril en een stofjas. Want, uh, en zo bezoek jij ook al die afdelingen? Nee, nee. De, 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 soms heb ik de, de stofjas wel over mijn, uh, okay. over mijn normale kleding heen. Want uiteindelijk, uh, zeker in de werkplaats, is er soms wat olie of dingen die wat viezer zijn, dat nee. we niet per se op jouw hem hebben. Nee, helder. Anders had ik daar even wat beelden van opgevraagd. Om, maar jij bent er niet uh, bij te vies te van om, uh, om sowieso alle beveiligingsmiddelen tegelijkertijd te uh, hebben. Je kunt het maar zetten. bij de hand hebben. Ja, ja. Ja, het is, uh, ja, dus ja. Hoef je het Zekerbaan. niet vast te houden. Nee, <laughs> nee precies. Ja. Mooi. Ja, en uiteindelijk, als je eens een keer je werkschoenen vergeet, dan uh, word je daar ook direct op aangesproken. Ja, dus okay. het is, uh, Maar dat ja. lijkt me... Veiligheid ja, ja, eerst. Ja, ja, absoluut. En terecht ja. ook. In, uh, Precies. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, dus je doet eigenlijk pas mee op de R&D-afdeling als je eerst een nat pak hebt gehaald. Zeker, ja. Tot die tijd heb je alleen maar getekend. Ja, dat is, uh, uh, helder. <laughs> ja. Siebot, hoe was het voor jou? Heb jij ook een nat pak gehaald eerder? Uh, heel regelmatig ja. hier, ja, zeker. Maar, maar uh, uh, inderdaad, wat je net zei, ja, het, 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 het mag absoluut ook wel eens misgaan. En, ja. dat, en dat gebeurt eigenlijk de eerste Keer vrijwel uh, altijd mm -hmm. um, uh, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld bij dat bij het hier waar we helemaal in het begin over spraken. Uh, uh, mijn eerste uh, ontwerp van een gereedschap, dus een machine om dat om dat te doen, dat zag er op tekening heel mooi uit. Mm -hmm. En toen gingen we daar een ketel in stoppen en die ketel die die, die golven in de ketel blazen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de, de bouten die ik had gebruikt, dat die zo groot waren dat ze over andere onderdelen heen vielen, waardoor eigenlijk de hele machine niet meer uit elkaar te halen was. Oh joh. Um, of eigenlijk anders gezegd, waardoor het, het product niet meer uit de machine te halen was zonder de hele machine uit elkaar te halen. Mm -hmm. Dus ja, dat is. Uh eigenlijk een grote blunder, maar, maar daar sta je dan met een heel aantal mensen omheen uh, enthousiast omdat het gelukt is de eerste keer en dan krijg je je product gewoon niet meer uit de machine nee. zonder alles los te schroeven. Ja. Dat hoort erbij. Maar dat voelt is... het dan echt ook als een blunder, want ik hoor nou, je dat zeggen? Nou ja, uh, heel eventjes wel, maar dat het komt natuurlijk vooral omdat je er met uh, met uh, met tien man omheen staat. Ja. Maar dat hoort er gewoon bij, en dat en dat is Precies. ook de manier waarop je het leert en waar, ja. waar, met met vallen en opstaan zeg maar uh, uh, toch uiteindelijk tot een uh, tot een productiegereedschap uh, te komen. Ja. Ja. Dus dat hoort erbij. Er ja. komen de hamers, de inbussleutels. En dan is het nog ja. wel leuk ja. uh, als je hem eruit hebt. En de stofjassen. Ja. En uh, ja, en dan als je pech hebt, heb je dan ook een nat pak. Ja, ja. ja. <laughs> nou, ik zie jullie al helemaal gaan. Ja. Ja. En ik ben wel nieuwsgierig, Anthony, als je zou moeten kiezen. Want je noemt een aantal hele mooie dingen waar je ook echt wel die passie bij, uh, bij laat spreken. Maar als je nou echt moet kiezen, wat vind je nou het meest gave van je vak, van je rol? Uh, uiteindelijk is dat denk ik de ruimte om, uh, om nieuwe dingen te ontwikkelen. Dus je, je hebt een bestaand proces, ja. maar het is uh, op het moment dat er een, een inzicht is, waardoor je denkt van het kan anders, het kan beter, dan is er altijd de ruimte om dat uh, op, op een andere manier aan te pakken en uit te vinden. Hmm. Werkt dit? Werkt het beter? Werkt het niet beter? En uh, ja, dat is een... een een stukje uh, voortschrijdend inzicht, wat, wat het heel erg interessant maakt. Mm. Het is, je, je zit niet be, per se in beton gegoten met wat je nu hebt. Dat, het, nee. uh, dat er een, een investeringslimiet van, oh, het wordt te duur als we weer een nieuwe machine maken. Nee, tuurlijk. We gaan voor de toekomst. Uh, de aantallen moeten toch omhoog. Dus uh, let's go. Mooi, mooi, gaaf. Dus ik hoor echt inderdaad ruimte op die vloer. Die doe-het-zelf mentaliteit, die maken hier wel het verschil. Ja, ja absoluut. Ja. Gaaf. Ja, dat Mooi is heel erg leuk. Ja, ja. En, 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 en zeker ook dat, dat, dat inderdaad het betrokken kunnen blijven ja. bij, bij een pro, uh, project ja. of een ontwerp eigenlijk, uh, totdat het een product wordt. Dat is, dat is echt iets wat, wat, uh, ja, wat, wat, wat vanuit vanuit mijn beleving het, uh, het, het vak als uh, industrieel ontwerper heel veel leuker maakt. Ja. Dat je gewoon ja, vaak is het zo dat als je als je voor een voor een productiebedrijf wordt ingehuurd, vanuit mm -hmm. een, een een studio of iets dergelijks, dat je dat je een ontwerp aflevert en daarna hoor je eigenlijk niks meer. Nee. En, en, um, uh, Vanaf de andere kant bekeken moet het bedrijf er dan ook mee aan de slag om daar een, een, een serieproduct van te maken en een productielijn van te maken. Mm -hmm. En uh, omdat, wij dat allemaal, uh, uh, omdat wij daar allemaal bij kunnen blijven, zeg maar, omdat dat in hetzelfde bedrijf gebeurt, ja. uh, heb je veel sneller schakeling tussen, tussen uh, ontwerp en, uh, en productie en productieontwikkeling. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat ook trots maakt. Ja. Moment ja moment dat je dan ja, heel, product, uh, een, een Een ding maken, echt, echt ding, zeg maar, wat er ja. is, dat is heel leuk. Dat ja. is heel veel leuker dan een pakketje tekeningen opleveren. Ja, ja inderdaad. Ja. Opleveren en het daarbij laten. Ja, ja, zeker. ja En dat is ook... Maar dat noemde je al even in de intro. Maar dat, 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 ik ben dus ook heel blij met, met, met de, zeg maar, de positie in dat proces waar ik zit. Mm -hmm. um, uh, omdat er uh, in een groeiend bedrijf worden, worden ook afdelingen groter. En dan worden... Dan, dan, ja, ontstaat er misschien wat meer afstand tussen de, de, de afdeling die het product ontwikkelt en de yeah. afdeling die er dan daarna mee aan de slag moet om daar een, een uh, machine voor te bouwen. Hmm. Of die ermee aan de slag moet om daar series van te maken. Um, en uh, het is juist heel belangrijk dat je dat die mensen allemaal met elkaar blijven praten om, om ook te itereren. En als blijkt dat iets wat wij bedacht hebben boven bij de R&D afdeling, wij zitten op de bovenste verdieping, ja. <laughs> um, dat uh, 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 als daar uh, beneden in productie aan gewerkt wordt en uh, er blijken bepaalde dingen eigenlijk helemaal niet te kunnen of helemaal niet handig te zijn op een bepaalde manier of voor heel veel afkeur te zorgen dat je daar uh, terugkoppeling van, uh, ja. van krijgt. Ja. Dus ook binnen Koeker hoort je eigenlijk zeggen hè, want Koeker groeit hard. Ja. ja. Um, en toch zorg je ervoor dat de afstand relatief klein blijft. Nou, dat, 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 dat proberen we. En ja. Anthony doet dat, doet dat uh, vanuit zijn rol ook heel sterk, denk mm -hmm. ik. En, en uh, uh, het ligt op de loer dat die afstand groter wordt als je groeit. Zeker. Ja. Want, want het, het, is maar zo, het zijn maar zoveel mensen met wie je dagelijks cont ja. contact kunt hebben. En ja. als er binnen je afdeling al zoveel zijn dat dat, dat, dat verzadigd is, zeg maar, dan... Ja. dan uh, ja, moet je echt, echt actief aan de slag om, ja. om, om ook met de andere afdelingen te blijven praten? In verbinding te blijven. Ja, ja. Anthony, hoe doe je dat? Um, hoe blijf jij in verbinding? Ja, heel veel op bezoek gaan bij andere collega's. Ja? Ik uh, loop me helemaal suf tussen verschillende bedrijven Juist, en verschillen, verschillen, uh, stappen gebouwen. Je ja, maakt overuren. Zeker, ja? zeker. Ja. <laughs> uh, uiteindelijk moet je in de fabriek kijken. Je moet uh, meekijken bij de gereedschapmakers, bij de machinefabriek. Ja. En Pas daar kun je zien van waar, waar, waar loopt het klem waar, waar moeten we de aanpassingen maken mm -hmm. en in mijn huidige rol um, kan ik ook vooral heel veel aanpassingen maken aan producten om ze beter produceerbaar te maken mm -hmm. dus dat is heel erg mooi het is niet een stapeltje tekeningen die we naar de fabriek brengen maar het is eigenlijk uh, met de stapel tekeningen op zoek gaan naar een machine naar een proces en als het allemaal net niet uitkomt dan nou, dan veranderen we gewoon iets zodat het uiteindelijk allemaal makkelijker wordt en ja. beter hopelijk ja ja, dus echt wel dat persoonlijke contact. Zeker, ja. Dat is van belang. Ja, ja nou dan uh, zou ik iedereen aanraden inderdaad die goede wandelschoenen hier aan te trekken. En heel wat, uh, wat collega's te bezoeken. Gaaf jongens. Ik vind het mooi om een beetje meegenomen te worden in, uh, in überhaupt het proces. Hè, van, een, van een idee uh, tot aan een, uh, een serie product. Maar zeker ook wat wel echt opvalt is, is de gedeelde uh, passie. Inderdaad voor het sleutelen. de, de Doe het zelf mentaliteit. Maar ook de ruimte hier krijgen binnen Koeker. Om dat ook ja, naar buiten te kunnen brengen. Mm -hmm. En ik denk dat jullie een onwijs, um, onwijs mooie duo ook wel zijn hier, mag ik zeggen, bij Koeker. Bij elkaar sterk aanvullen, dat uh, proef ik hier ook al aan We zijn het niet uh, altijd tafel. met elkaar eens. Maar, maar dat, dat mag. Dat, dat is juist, juist, juist heel productief. Uh, ja, ja, uh, ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja, zeggen ze allebei met een grote glimlach op hun gezicht. Ja hoor. Ja, ja hoor. zeker. Ja. <laughs> Mooi. Hey jongens, en, en wat voor tip hè, zou je nu de luisteraar van deze podcast mee willen geven? En stel, iemand luistert nu en is zelf dus bezig met uh, nou, een idee naar bijvoorbeeld massaproductie te brengen. Wat voor tip zou je willen geven? Want het is niet een gehele makkelijke route om te bewandelen. Ja, ik denk dat het, het belangrijkste is, waar je echt het allermeeste van leert, ga het gewoon doen. Ja. Dus, dus uh, je kunt van tevoren uh, in allerlei sessies kun je achter een uh, vergadertafel bedenken. wat er kan gebeuren en wat er mis kan gaan. en mm. hoe het productieproces moet gaan lopen. Maar er zijn altijd dingen waar je niet aan denkt. en ja. die kom je in de praktijk pas tegen. Dus, dus uh, ja, uh, het, het in productie brengen, zeg maar zelf, ja. dat is de grootste les. Gewoon het, ja. gewoon het doen. En Anthony, wat voor tips zou jij willen geven? Nou ja, als je dan begonnen bent, dan moet je daarna niet opgeven, want het gaat oh. geheid dat je een keer uh, iets tegenkomt wat niet helemaal ja. werkt zoals je bedacht hebt en dan uh, doorpakken. Dat is uh, los het probleem op, bouw een machine die dan wel vanzelf uit elkaar kan. En uh, ga verder. Mooi, ja. mooi gezegd. Absoluut. Doen, doorpakken, uh, niet opgeven. Ja, uh, luisteraars, uh, dit was hem weer. En kijk je nu alweer uit naar uh, nieuwe, stomende, inspirerende verhalen. Vergeet je dan absoluut niet even te abonneren op Spotify, zodat je geen enkele aflevering mist. Jongens, dankjewel. Ja, heel bedankt. Dankjewel. Op Stoom is een podcast van Koeker. We geloven in de kracht van innovatie en originaliteit. Elke dag werken er maar liefst 60 toegewijde R&D'ers aan de innovaties... en het verbeteren en optimaliseren van de bestaande Koeker-producten. Nou, wil je nou meer weten? Kijk dan op werkenbijkoeker.nl.